Al in de vroege ochtend reed een zogenaamde tegeltaxi door het dorp om tuintegels op te halen bij inwoners die daar vanaf willen. In ruil daarvoor waren er op de gemeentewerf gratis plantjes af te halen. Ik ben net verhuisd naar Elst en heel veel straattegels in mijn voortuin. En ik vind het leuk om meer groen te hebben, dus ik dacht met mijn zoon alle straattegels eruit. Het was een beetje een spontane actie. Hoeveel mensen doen er aan mee? Het zijn ongeveer 140 inwoners die zich hebben aangemeld voor de actie vandaag. Ik heb ook maar wat besteld, ik weet niet eens precies wat. Maar groener mag het in ieder geval worden. Ja, eigenlijk alle tegels die uit de tuinen komen, in allerlei soorten en formaten mogen worden aangeboden. En voor iedere 30 bij 30 formaat aan totaal kunnen ze plantjes krijgen met een maximum van wat plantjes. Ja. Naast plantjes in ruil voor tegels kunnen inwoners ook een boomspiegel adopteren. Op de gemeentewerf waren vandaag paaltjes af te halen die deze boomspiegels markeren. De boomspiegel is eigenlijk meestal ongeveer 1,5 meter rond stuk grond om de boom heen. Dat is ruimte die de boom nodig heeft om goed te kunnen groeien. En vaak zijn dat kale stukjes grond. En die kun je adopteren en mooi aanplanten met planten, zodat er ook onder de boom sprake is van een mooi stukje groen. De boom. Doe maar gauw in de auto. Niet iedereen hoefde dit pijltje zelf op te halen. De 7 pijltjes voor de boomspiegels in de pijlkruid werden door de wethouder hoogstpersoonlijk afgeleverd. Net is het eerste paaltje geslagen. Jullie hebben dit met de buurt gedaan. Ja, klopt inderdaad. Met de hele straat. We hebben in ieder geval het grootste gedeelte van de straat voor 7 boomspiegels. De actie vanuit de gemeente. En dit is het resultaat. Daar zijn we gewoon heel blij mee. En nu heeft de hele straat dezelfde uitstraling? Dat hopen we wel, ja. En een stukje rust in het groen.